Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik mijn lipbalsem stash laten zien. Ik heb al eerder een aantal stash video's opgenomen, maar daar was ik eigenlijk niet zo heel tevreden meer over. Die waren al wat verouderd, de kwaliteit was wat slechter, dus die heb ik er inmiddels afgehaald. En ik dacht, ik ga ze gewoon opnieuw opnemen. Ik heb nu een betere camera, dus ik kan het nu gewoon wat beter opnemen. Ik heb het bakje met mijn lippenbalsem producten heb ik al klaarstaan. Dus ik ga jullie zometeen gewoon laten zien wat erin zit. Ik zal ook de lippenbalsems die nog in mijn reviewbak zitten laten zien. Ja, omdat dat er toch wel bij hoort. Ik wil met de tijd ook wel weer een hele tour gaan doen, zeg maar, hoe ik alles indeel. Maar dat is nu gewoon heel erg lastig. Want ten eerste, ik heb gewoon nog een make-up kast nodig. En ten tweede, het staat gewoon allemaal niet helemaal zoals ik het graag wil hebben. Dus dat is iets voor de langere termijn. Maar voor nu ga ik jullie dus laten zien wat voor lippenbalsems ik heb. En ja, eigenlijk dat meer. Gewoon wat mijn stash aan lippenbalsems zijn. Van tevoren moet ik er al bij zeggen, ik heb best wel heel veel lippenbalsems. Misschien denk je ook van ja, wat moet je met zoveel lippenbalsems? Maar ik vind het fijn om af te wisselen zo nu en dan qua gebruik. Dus ja, dat wilde ik er even bij zeggen. Dus als je benieuwd bent naar welke lippenbalsems ik in mijn stash heb, zou ik zeggen, kijk zeker gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met de producten die of nog in mijn reviewbak zitten of die een vast plaatsje hebben. Allereerst heb ik een raspberry lippenbalsem. Deze is van de Hema. En ja, deze heeft dus een hele lekkere raspberry geur. Deze zit nog in mijn reviewbak. Dus hier kan ik eigenlijk niet zo heel veel over vertellen. Maar hij ziet er wel heel erg leuk uit, moet ik zeggen. Dan heb ik deze van Vaseline en dit is de cacao butter versie. Ik ben zelf heel erg fan van cacao butter producten. Ik heb hier bijvoorbeeld ook body lotion van en die vind ik echt super lekker. En dit is dus, ja, het is gewoon een doorzichtige, maar hij heeft dus een cacao geur. En ik vind dit echt super lekker. En ik ben dol op de producten van Vaseline. Ook deze zit nog in mijn reviewbak. Dan heb ik nog een lipbalsem. Deze is ook van de Hema. En ja, dit is dus in een flesje, moet ik zeggen. Ja, tube is het meer. Dat ziet er dus zo uit. Dus ik denk wel heel makkelijk aanbrengen. Hij ruikt op zich wel lekker, maar ook deze zit nog in mijn reviewbak en deze die moet ik dus nog gaan reviewen. Dan heb ik nog een lippenbalsem in de vorm van een eendje, heel schattig. En deze gaat aan de onderkant open en hier zit dus zo'n lippenbalsem in. Deze ruikt op zich prima en het ziet er gewoon heel schattig uit. Dan heb ik hier ook twee lipscrubs, want ook lipscrubs bewaar ik bij mijn lippenbalsems. Dit is een scrub en balm. Deze is van Catrice. Deze zit dus ook nog in de reviewbak. Die ziet er gewoon zo uit. Heeft een oranje, ja, oranje kleurtje. Ruikt wel heel cosmetisch, moet ik zeggen. Het ruikt niet echt naar lippenbalsem. Maar deze moet dus nog gereviewd worden. Dat geldt ook voor deze lippeeling van Essence. Die ziet er zo uit. En die zit dus ook in mijn reviewbak. Deze. Dan heb ik hier een lipbalm met kokosnootgeur. Deze is van de Action en deze ligt in mijn nachtkastje. Deze gebruik ik eigenlijk altijd voor het slapen gaan. En ja, ik heb hier al meerdere van op en ik vind deze heel erg fijn. De geur is lekker en ik vind het gewoon heel fijn om voordat ik ga slapen even mijn lippen in te vetten. Dus deze ligt gewoon standaard in mijn nachtkastje. Dan gaan we door met dit bakje. Hierbovenop ligt een doosje. Hier zitten lipsmakkers in. Dit is van Paul Frank. Ik vind Paul Frank gewoon heel erg leuk. En als ik dan deze open doe, zitten hier dus verschillende lipsmakkers in. Ik kan ze er wel even uithalen. Ik denk dat het wel even handig is. Ik heb ze er even uitgehaald. Dus ik zal jullie even één voor één laten zien welke wat is. Allereerst heb ik deze. En deze heeft een Spice Collies Spunmonie geur, denk ik. Tenminste, dat staat erop. Hij is roze. Oh, ze zijn een beetje moeilijk omhoog te draaien. Dus deze ziet er zo uit. Ruikt heel fruitig. En ja, ik vind hem er wel heel erg leuk uitzien. Daar gaat het dopje. Dus dat is deze. Dan heb ik deze. Hier staat een giraf op. En dit is de Clancy's Cotton Candy. Ik denk dat deze ook roze gaat zijn. Ja, lichtroze is deze. Ja, ze ruiken allemaal wel heel fruitig. Die vind ik ook wel heel erg tof. Dan heb ik deze. En even kijken hoor, of hier ook nog een geurtje op staat. Bunny's Girls Carrot Cake. Ik heb het idee dat ze allemaal vrij roze zijn. Oh, deze is bruinig. Oranje-bruinig-achtig. Oh, deze ruikt niet zo lekker. Hij ruikt een beetje naar peper, lijkt het wel. Waar je je vlees mee kruidt, bijvoorbeeld. Deze is wel echt... ja, misschien ruikt hij wel naar een bepaalde cake. Maar ik vind deze niet zo heel erg lekker ruiken. Dan heb ik deze en dit is de Juliet Coconut Cream. Dus ik denk dat deze een kokosnootgeurtje heeft. Hij is inderdaad ook wit, dat had ik verwacht. En ja, deze ruikt inderdaad licht naar kokosnoot. En dan heb ik deze en dit is de Juliet Strawberry Banana. En deze is roze. Had ik niet verwacht eigenlijk, ik had hem geel verwacht. Ja, deze ruikt echt naar combinatie aardbei-banaan. Dan heb ik deze en dit is de Mika Sweet Cream. En deze is licht van kleur. En deze ja, ruikt ook wel weer zoetachtig. Ik kan hier niet echt een geurtje aan ondervinden. Dus dat zijn de lippenbalsems uit dit blikje. Dan ga ik door naar dit tasje. En hier zitten ook producten in. Deze is ook van Paul Frank. Hier zitten ook een aantal dubbelen in. Hier zit verder niks in. Maar hier kun je dus gewoon wat opbergdingen in doen. Ik ga even laten zien welke hierin zitten. Hier zit ook weer die Jules Coconut Cream in. Die dus naar ja, lichte kokosnootgeur ruikt. Die ik straks net ook had. Ook deze zit daarin, dat is die Clancy's Cotton Candy, die daar ook in zit. Die had ik dus net. Dan heb ik dit product. En dit is een Worry Bears Honey Sweet. Maar ik vraag me even af wat dit is. Het is een soort klosje, wat ook lichtelijk naar kokosnoot ruikt. En ik denk dat dit meer een... ja, ook wel voor verzorging uiteraard. Maar ja, meer een olie is of zo. Zo ziet het er in ieder geval uit. En daar zit dan ook nog deze in. En dit is de Jules Strawberry Banana. Die ik net dus ook had in de lips. Of ook in die vorm. Maar dit is meer denk ik een lipgloss. Hij is wel plakkerig moet ik zeggen. Ja, deze ruikt heel erg. Maar deze heeft dus een beetje gelekt. Zoals ik het nu merk. Dus ja, dit is eigenlijk... Ik denk dat dit meer een lipgloss is. Maar hij valt dus wel onder de lipsmakkers. Dan heb ik hier een Labello. En deze is met olijf en citroen. Deze is groen. Goede verzorging gewoon. Ja, Labello vind ik een van de beste lippenbalsems die er zijn. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb een Baby Lips. En dit is de... Pink Punch. Deze geeft ook een lichte kleur af. Ruikt heel erg lekker en is echt ook een hele fijne lippenbalsem. Dan heb ik een lippenbalsem van W7 en dit is de Ravishing Raspberry. En deze zit dus in een heel erg leuk doosje. Heeft een roze kleurtje en ruikt ook heel erg lekker. Dan heb ik deze lippenbalsem en deze is van Max More. Dit is een strawberry en dit is een dupe van de EOS. Daar heb ik laatst ook een review over geschreven. En dit is dus ook zo'n balletje. Ruikt echt super lekker. En geeft best wel wat verzorging, vind ik zelf. Ik vind hem echt heel erg fijn. Gewoon ook omdat hij een heerlijke geur heeft. Dan heb ik een lipbom van W7. En dit is de... Even kijken, dit is de Raspberry. En dit is ook zo'n soort EOS, want dit is ook zo'n balletje. Ook deze vind ik echt heel erg prettig. Ruikt ook super lekker. Dit zijn van die producten waar ik het liefst gewoon aan wil blijven ruiken. Dan heb ik van Purol heb ik deze Bee lipbalm. En ja, volgens mij is deze ook geschikt voor de zomer. Omdat je hem ook in de zon kunt gebruiken, zodat hij zorgt dat je lippen niet verbranden. Dan heb ik deze Labello en dit is gewoon een originele Labello, maar deze heeft een neon uitvoering. En ja, zoals je kunt zien is het inderdaad een gewone Labello. Deze geeft, je krijgt hier geen neonkleur lippen van, het gaat puur om de verpakking. Dat was een limited editie. Dan heb ik hier een... Glossy lipbalm en dit is de Applicious van NYC en deze is echt heel erg leuk, want hier zit dus een appeltje in gedrukt. Ruikt ook super lekker, moet ik zeggen. Dan heb ik van Nivea deze lipbutter en dit is de Raspberry Rose. Vind ik ook een hele fijne. Even kijken of ik hem open krijg. Deze is roze en ruikt super lekker en is ook heel fijn voor de lippen. Volgens mij is deze inmiddels vervangen door de Labello variant. En dit is dan de vanille en macadamia. En deze ruikt ook super lekker. Heerlijke geur, echt een heel fijn product ook. Ik heb ook het idee dat deze ietsjes romiger is dan de variant van Nivea. Dan heb ik een Vaseline en dit is de Sugarcoat. En dit was ook een limited edition. En nou, hij ruikt super lekker, maar is niet heel bijzonder of zo hoor. Hij ruikt gewoon goed, meer dan dat is het ook niet. Maar ik vind de verpakking er wel heel erg leuk uitzien. Dan heb ik een Intensive Repair en dit is een intensieve lipcrème. Ik heb deze een tijdje gebruikt ja, toen ik gewoon echt hele droge velletjes had. En daar vond ik hem wel heel fijn voor. Dit is gewoon een tubetje. En deze is van het Kruidvatmerk. Dus deze heeft een beetje een mint geur. Deze ruikt heel erg naar een soort, ja, gewoon kauwgommint, dat soort dingen. Dan heb ik deze lippenbalsem en deze is met chocoladegeur. Deze heb ik van Primark. En ook, oh, ik vind dat zo lekker. Hij ruikt echt zo lekker naar de Nesquik chocolade die je dan zelf maakt. Echt super lekker. Dan heb ik ook een echte EOS lipbalm. Volgens mij zit ook de raspberry geur. Ik ben dol op raspberry. En nee, deze ruikt niet echt. Maar het is ook een hele fijne lippenbalsem. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk dat er nu heel veel dupes van uitkomen. Dan heb ik deze Vaseline. En dit is de... Rosy Lips, dit vind ik ook een hele fijne. Ruikt super lekker en verzorgt ook super goed. Dus ook echt wel een van mijn favorieten. Dan heb ik deze lippenbalsem. Deze komt van de Body Shop. En dit is de Born Lippy met pomegranate geur. Deze ziet er zo uit. En ruikt ook echt heerlijk. Hele fijne lippenbalsem ook. Dan heb ik een Caring lipbalm. Deze komt uit de Lovejoy Care collectie van Essence. Dit was een limited editie. Ik zal hem even uitruilen. Dat is dus gewoon zo'n potje. Zo'n potje dus. En ja, ook een hele verzorgende. I Care For You heeft hij. En ik ga even kijken waar die ruikt. Nou, vrij neutraal, maar gewoon ook een roze. Ja, roze lippenbalsem is dit. Dan heb ik deze Labello. En deze is voor men. En deze is heel geschikt om je lippenstift mat te maken. Want dit is een gewone lippenbalsem, maar hier zit dus geen glans op. Dit is gewoon een matte variant. Dus hiermee kun je lipstift die glinstert ook gewoon mat maken. Ideaal als je daar ja, behoefte aan hebt. Daarom heb ik hem eigenlijk ook. Ja, soms vind je het ook wel fijn om iets mats te gebruiken. Dan mijn Labello favoriete. Het is echt mijn favoriete Labello dus. Dit is de Purol Shine. Deze geeft ook gewoon een heel mooi kleurtje. Hij is ook bijna op. Ik heb nog een backup hoor. En deze vind ik ook echt zo fijn. Deze gebruik ik echt al jaren. En ik krijg geen genoeg van deze Labello. Gewoon ook omdat hij toch een beetje die, ja, dat mooie effect geeft op de lippen. Dan heb ik een Vaseline met een Sun Protection. En dat vind ik ook wel heel erg fijn. Deze heeft SPF 15. Ja, vooral in de zomer vind ik dat gewoon ideaal. Ik krijg hem een beetje moeilijk open. En die heeft inderdaad een ja, Sun Protection. Omdat ik het gewoon belangrijk vind om in de zomer mijn lippen ook gewoon te beschermen. Zodat ze niet verbranden. Dan de Vaseline met aloe vera. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik toentertijd ook een soort van iets had dat ik gewoon die dingen wilde verzamelen. Dat is deze, ruikt ook super lekker. Ja, gewoon perfecte verzorging. Deze heeft dan aloe vera, dus deze is misschien iets verzorgender. Dan heb ik de Labello Repair and Beauty. Ook gewoon een hele fijne. En deze heeft dus ook zo'n pearly shine effect. En er zit een wit rondje middenin. Dan heb ik deze lippenbalsem. En deze is van Vogue volgens mij. En ik vond deze gewoon heel erg schattig vanwege die katjes die erop staan. Gewone doorzichtige lippenbalsem. Ruikt niet heel bijzonder. Lekker zoet wel gewoon, maar ja, heel basic. Nog een lipbalm van W7. En dit is de geur Strawberry. Deze ruikt ook heerlijk. Ik ben toch wel het fans van die lipbolletjes. En toch wel de sticks. Omdat ik het nooit zo fijn vind om met mijn vingers in zo'n potje te moeten. Ik weet niet waarom. Dan heb ik deze Vaseline. En dit is gewoon de original. Heel basic. Heeft verder ook geen bijzondere geur of zo. Oh ja, dan heb ik de Vaseline met Queen Bee. Dit is de Honeylicious liptherapie. Deze ruikt dus ook naar honing. Het was limited editie. Deze. Nou, ik ruik geen honing, maar deze is ook heel fijn. Dan heb ik een lippenbalsem van Essence. Dit is de Kiss Care Love. En dit is de 01 Fruit Crush. Deze ruikt dus ook een beetje naar aardbei. Deze is al wel vrij oud, moet ik zeggen. Volgens mij zijn deze al lang niet meer verkrijgbaar. Dan heb ik een Kleenex balsem. Maar deze kun je zowel voor je neus en voor je lippen gebruiken. Zodat je, als je verkouden bent, is dit echt heel erg fijn. Want hier zit dus dampo in, volgens mij. En ja, volgens mij hebben ze ook van die zakdoekjes van Kleenex waar dampo in zit. En deze is ook echt super fijn. Dit vind ik echt een hele fijne, omdat je hem boos ook voor je neus kunt gebruiken. Nog een lipbalm. En dit is dan de Pink Sherry. Ruikt ook wederom heerlijk. Heeft wel echt een beetje die Pink Sherry geur, zeg maar. Dan heb ik de Happy Lips van Blistex. Dit is de Strawberry. Nou, jullie weten inmiddels dat ik wel van Strawberry ben. Oh, deze ruikt zo lekker. Hier kan ik ook echt uren aan blijven ruiken. Maar ook wel een hele verzorgende. Echt wel, ja, lekker gewoon. Ik vind die verpakking ook al heel erg leuk met die lipjes zo erop. Dan heb ik 3 poppetjes met, en hier zit ook lippenbalsem in. Deze kocht ik ooit bij de Action. En hier zit bijvoorbeeld blauwe lippenbalsem in. Deze zit roze. En deze is dan groen. Originele Labello. Niet veel uitleg nodig. Geurloos. Prima. Deze heeft dan wel een licht glansje. Dan heb ik nog een Labello met Fruity Shine Cherry. Ook een hele lekkere geur ook. Deze is rood. Fijne verzorging. Prima. Ja, ik ben vooral dol op geurtjes op lippenbalsems. Dan heb ik weer een aardbeien lippenbalsem. En ik vond deze gewoon heel erg leuk vanwege het doosje met die snorretjes erop. De moustache. Roze. Ruikt ook super lekker. Ja, deze heb ik vooral voor het doosje gekocht. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dan heb ik deze lippenbalsem. En dit is ja, zo'n heel erg leuk cupcakeje. Dan heb ik deze lippenbalsem. En dit is de Burt's Bees. Dit is een soort wax. Ziet er zo uit. Ja, ruikt ook een beetje mintachtig. Maar minder mintachtig als de aantal andere die ik strakjes had. Maar dit vind ik op zich ook wel een hele fijne. Ja, deze staan gewoon ook bekend om hele goede verzorging. Dus dit is gewoon zo'n kleine variant. Dan heb ik deze lipsmakker van Coca-Cola. En ik ben dol op cola, dus deze lipsmakker kon natuurlijk niet ontbreken. En deze is uiteraard bruin. En ruikt natuurlijk heerlijk naar cola. Dan heb ik deze, de Lid Ruddle Tint Strawberry. Het is een lipbalsem met, ja, dit is ook een soort liptherapie. Ik krijg alleen een doosje vol, geen meter open. Maar ik kan jullie dus niet laten zien hoe de binnenkant eruit ziet. Omdat ik het doosje gewoon echt niet open krijg. Maar ja, die zit er dus ook in. Dan heb ik deze lippenbalsem. Deze komt uit de Little Christmas Factory van Essence. Het was een limited editie. Dit is een rode lippenbalsem. Ruikt verder eigenlijk heel neutraal. Niet echt een geurtje eraan. Deze heet Merry Christmas. Nog een Burt's Bee lipproduct. En dit is dan de versie in stikvorm. Deze is rood. Heeft verder niet echt een geurtje. Een beetje, ja, toch wat honingachtige komt wel terug, maar verder niet heel bijzonder. Dan heb ik deze Rescue lippenbalsem van de Hema. Dit is een groene variant. En dit is ook zo eentje met mint. En dit vind ik heel erg fijn. Vooral als ik verkouden ben. Wat ziek voel, vind ik dit soort lippenbalsems echt heerlijk. Dan heb ik de Baby Lips Balm en Blush. Dit is dus zo'n lippenbalsem en blush in één. Dit is overigens ook de... Hij heet 05 Booming Ruby. Uiteraard rood. Ruikt ook heel erg lekker. Ik vind hem overigens als lippenbalsem fijner dan als blush. Moet ik er heel eerlijk bij zeggen. Dan zijn we er bijna. Dan heb ik nog een Labello lippenbalsem. En dit is ook zo'n Sun Protect. Deze is uiteraard ook geel. Fijn om af te wisselen. Ik vind het gewoon fijn om meerdere van dit soort producten in mijn stash te hebben. Tegenwoordig hebben eigen merken, huismerken deze ook. Maar toen de tijd hadden ze dat eigenlijk nog niet. En ik zweer dan toch liever bij Labello, ben ik ook heel eerlijk in. Het laatste wat erin zit, dat is deze scrub van de Body Shop. Deze lipscrub. En deze vind ik ook heel erg fijn, want hiermee kun je heel fijn velletjes en zo van je lippen halen. Echt een heel fijn product. Deze heeft ook een lichte mintgeur. Dan waren dit al mijn lipverzorgingsproducten, noem ik het maar. Ja, lippenbalsem, stash. Er zitten natuurlijk ook een aantal verzorgingsproducten in, zoals de scrubs. Ja, zoals ik al zei, het is best wel veel, maar ik vind het altijd leuk om nieuwe lippenbalsems te proberen. En ik vind het ook wel fijn om heel veel af te wisselen. Want ik denk ook als je bijvoorbeeld een hele tijd gewoon één lippenbalsem gebruikt, dat je er op een gegeven moment misschien een soort van immuun voor wordt. En ik vind het gewoon fijn om af te wisselen. Zoals ik al zei, een aantal ook met mintgeur vind ik gewoon heel erg fijn. Als ik me wat ziek voel of verkouden, vind ik het heel fijn om zo'n lippenbalsem te kunnen gebruiken. Nou ja, ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat voor lippenbalsems ik in mijn stash heb. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie favoriete lippenbalsem is. Of dat je überhaupt een favoriet hebt. Of dat je ook zoiets hebt van, nou, ik gebruik gewoon alles door elkaar heen. Want ja, dat vind ik fijn. Laat het zeker even weten bij de comments. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk gratis abonneren. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en zie ik je snel weer bij de volgende video. Doeg!